Dit is een nieuwsuitzending over Donald Trump en de paus. Hij is lekker bezig hoor, die Donald Trump. Je ziet hem hier in beeld. En we hebben hieronder een artikel, dit is van nu.nl. Trump gelooft volgens VN-ambassadeur wel in klimaatverandering. Het is gepubliceerd op 3 juni. Het is 4 juni, het is nou. De Amerikaanse president Donald Trump gelooft volgens VN-ambassadeur Nikki Haley wel dat het klimaat verandert en ook dat luchtvervuiling daarin een rol speelt. Hij beseft dat de Verenigde Staten zich verantwoordelijk moeten gedragen. En dan komt een vreemde zin. En dat zullen wij doen, zei Haley tegen CNN. Wacht even zo, maar Haley werkt voor de Verenigde Naties. En Trump is van de Verenigde Staten. Dus hoe kan Haley nou zeggen dat zij zullen doen, want dat had moeten niet wij, en dat zullen zij doen, dat er moeten staan. Die weet, die klopt niet. Het moet een zet zijn. Want Haley is van de Verenigde Naties. En die zijn de baas van Amerika. Nou goed, Donald Trump, die deed klimaatverandering door menselijk handelen in het verleden af als een verzinsel en mythe. Ik snap die quotejes niet, maar goed, dat is de vrijheid van de journalist. Na zijn ambtsaanvaarding in januari hield hij zich echter op de vlakte. En dan gaat hier een, hij heeft zich de Verenigde Staten laten terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. En dan liet hij er zich er niet over uit of hij nu wel of niet in klimaatverandering gelooft. Ja, daarvoor dus niet. Hè? En hoe kan het nou dat het zo veranderd is? Nou, dat weet ik toevallig. En dan heeft, Haley, als die man van de Verenigde Naties, die zei ja, dat opzeggen van het klimaatverdrag door Donald Trump, dat moest hij wel doen, want het is nadelig voor Amerikaanse bedrijven. Maar Trump zal wel degelijk op het milieu passen, bezwoer hij. Maar goed, dus Donald Trump die is helemaal, die heeft bakzeil gehaald en het allemaal plotseling allemaal erg mogelijk dat we toch klimaatverandering dinges. Ik geloof er echt wel in hoor. Nou, dat komt dus hier vandaan. Dit is de NewYorkTimes.com. En het gaat over de paus. En het gaat over dit ding. Een encycliek heet het op zijn Nederlands. Een uitvaardiging of zo. De paus die laat wat opschrijven. En wat er gebeurd is, dat meneer Trump is even langs gegaan bij de paus. En de paus heeft gewoon heel boos naar Donald Trump gekeken. Van, wat zit jij nou te doen? Een beetje tegen de klimaatverandering te zijn. Dat gaat natuurlijk niet, hè? Want ik ben de paus. En als ik zeg dat het... Donald Trump die probeert gewoon zo blij mogelijk te kijken. En toen heeft de paus tegen hem gezegd dat hij dus klimaatverandering op de... Ja, dat wilde hij gelijk bespreken. Hè? Want de paus, de Franciscus, die zit hier links in het witte pakje. En Donald Trump heeft een donker pakje aan, waarschijnlijk gewoon gitzwart. En ja, wat wil de paus dan bespreken? Want ja, hij is meteoroloog en ook atmosferisch deskundige. En, klimaatverandering, hoe zit het ermee? Hè? Dat kan toch allemaal niet langer zo? Hè? Ik zit hier met mijn mooie dingen, dat is allemaal CO2-belasting natuurlijk. Tegen de tijd dat deze tafel in de fik gaat, dan krijg je een bak CO2, jongen. Of het is gewoon door een CO2-opslagapparaat. De paus zegt van kijk, deze tafel, daar sla ik CO2 in op. Ook in het pakje van mij. Er zit helemaal bestens vol met mogelijke CO2. Tegen de tijd dat dit pakje van mij in de fik gaat, komt al die CO2 komt vrij. Laat staan van mijn eigen lichaam. Door de paus is helemaal CO2-neutraal. Dus de klimaatverandering komt erop. En wat heeft de paus dus gedaan? Hij heeft een encycliek geschreven. Ik hoop dat ik het goed vertaal hoor. Dat is een pauselijke boodschap. En die heeft dus gewoon tegen meneer Trump gezegd. Van, ga niet te ver. Hè? Hij heeft dus
he urged Mr. Trump not to pull the United States out of the Paris Climate Accord. Dus hij drong erop aan dat Donald Trump er niet voor zou zorgen dat de Verenigde Staten zich terug zouden trekken uit het Parijs Klimaatakkoord. Of het Klimaatakkoord van Parijs. Nou, wat is hier aan de hand? Het is alleen maar gezeur. Het heet Hegeliaanse dialectiek. Dus de paus gaat dan zeggen tegen Donald Trump, niet uit het klimaatakkoord hoor, dat kan niet. Hier heb je een encycliek. En dan gaat hij het toch doen. En dan gaat die andere man van de Verenigde Naties, die gaan dan zeggen van ja, maar Donald Trump die kon niet anders. En iedereen zit zich een beetje op te winden over niks. Wat is een klimaatakkoord? Want als ik een klimaatakkoord wil tekenen, dan wil ik hier gewoon echt van die lekkere Spaanse zomers. En dan voor die Noorse winters, dat je ook hier in Nederland een beetje kan skiën. En dan als het voorjaar aankomt, dan is het gewoon... En niet meer dat zeurderige Nederlandse weer. Van die winters, dat je denkt van, wat een zeurwinter, een beetje regen. En stikkers koud. En dan denk je, hé, er komt de zomer aan. Nou, die breekt ook helemaal niet door. En ook de hele tijd een beetje regen en wind en... De voorspellingen van morgen zijn een gemiddelde temperatuur van 19 graden en wisselvallig weer. Ja, en we zitten in juni. Dus ik wil dan een klimaatakkoord van Nederland met een beetje lekkere klimaat. Lekker allemaal in de zomer, lekker in onze korte broek naar buiten. Poep, wat is het heet zich. Doe mij dat dan maar. Ja, dat gaat gewoon niet. Zo snel verandert dat klimaat niet. Je moet je helemaal geen zorgen over maken. Dus fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers, dan zou ik hier tjus. En dag lievers.